Badminton is de snelste racketsport ter wereld. Het snelheidsrecord staat op ruim 400 km per uur. En wij weten hoe leuk en uitdagend badminton is. Maar weet jij dat ook? Deze spelers leggen het jou graag uit. Ik vind het een leuke sport omdat mijn vrienden, zoals hij, op badminton zit. En mijn vader en moeder zitten er ook op. En we kunnen heel veel ontdekken van onze medespelers. Hoe goed ze zijn, hoe aardig ze zijn. Ja, je kan er ook gewoon al je energie in kwijt en al je emoties en zo. Al je grappen. En ik deed op de camping, ging ik altijd badmintonnen, want dat vond ik heel leuk. En ik sloeg mijn vader altijd. Toen zei mijn vader van wist je dat badminton ook een sport is? En toen dacht ik, echt waar? Kunnen we na de vakantie mij aanmelden? En dat vond ik super leuk, want ik heb heel veel vriendinnen gekregen op badminton. Daar ben ik heel blij mee. We doen altijd op het laatste spelletje een tikkertje of zit-licht. En dat is ook heel erg leuk. Omdat ik het super leuk vind om naar hem te kijken en ik wou het ook een keer zelf doen. Smashen en wedstrijden. Het is eigenlijk wel heel cool en leuk en we doen heel vaak leuke dingen gewoon. En wat kun je behalve het badminton nog meer bij de club doen? Evenementen zoals bowlen, jeugdtoernooi, jeugdkamp, oliebollentoernooi, Sinterklaasspel. Nou, ik doe vooral helpen bij de training en vooral kleine kinderen helpen, zodat ze een groot voorbeeld hebben. Zoek jij een vereniging bij jou in de buurt? Ga dan naar www.badminton.nl. Of wil je een keertje badmintonnen op school? Ga dan naar www.badminton.nl/gymles. Ga op badminton. Het is superleuk. Wij zijn BNB!